De wet ter beschikking stellen van arbeidskrachten door intermediairs krijgt zijn beslag. Dat houdt in dat uitzendbureaus vanaf 2 oktober een vergunning moeten hebben van het ministerie van Arbeid om uitzendkrachten uit te lenen. De afgelopen weken heeft het ministerie het bedrijfsleven geïnformeerd over deze wet die zich richt op uitzendbureaus en uitzendkrachten. Het ministerie heeft deze week een informatiesessie gehouden voor de uitzendbureaus. Dit gebeurde op de ondernemersavond van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, KKF. Er is vooral stilgestaan bij de procedure voor het aanvragen van vergunningen door uitzendbureaus voor het uitlenen van uitzendkrachten. De wet ter beschikking stellen van arbeidskrachten door intermediairs is in februari 2017 aangenomen door de Nationale Assemblée. Deze wet wordt in de volksmond ook wel de wet op uitzendbureaus genoemd. De wet is een nieuwe arbeidswet die zich richt op regulering van uitzendbureaus. Deze wet zal ervoor zorgen dat uitzendkrachten niet meer worden uitgebuit.